Ik ben Dirk, ik ben 38 en ik kan iets wat andere mensen bijzonder vinden. Dat is foto's lezen. Het is tijd om de kunsten van het anonieme talent te testen. Elke uitzending bespreken wij de foto van een andere Dordtse prominent. Met deze keer in de hoofdrol... Ja, nou hier heb ik Kees Ties, columnist in AD onder andere. Ik lees zijn columns heel graag. Ik kom hem ook wel eens op straat tegen. Ja, ik hou van deze persoonlijkheid. Dit is echt een leuke gozer, om het zo te zeggen. Een levensgenieter die ook heel, gewoon heel relaxed. Wat kan ik hier nog verder over zeggen? Nou, hij wordt als kritisch bestempeld door de Dordtenaar. Als kritisch? Nou, hij is wat journalistiek hoort te zijn. Hij onderbouwt zijn kritiek wel. Het is geen kritiek om de kritiek. Het is geen show. Het is wel echt gefundeerd. Kees Ties is gewoon echt een rocker eigenlijk. Gewoon echt een rock'n'roll figuur. Maar hij heeft ook trek op een politici in zijn gezicht. Dus de Herman Brood van Dordrecht, maar dan politieke achtergrond. Oh, absoluut. Maar dan zonder de roeren en Herodine. Ja, wat dat betreft... dat zou hij ook zo kunnen doen, hoor. Maar wat dat betreft, blijft hij van verschoond. Maar het is een... gewoon zo'n rebel. Zo'n... hoe noem je dat? In de jaren 70 en 60 passend figuur. Hij past niet in deze tijd. Want we hebben nu... we hebben zulke rock'n'roll figuren niet meer. Met die mooie borstelige wenkbrauwen en zo'n goede, een doorleefde kop. En lang haar staat hem goed. En hij rookt en hij drinkt. Dus hij ontkent het leven niet. Ja, het leuke is, hij is toch wel een beetje ijdel, maar wel realistisch ijdel. Is hij perfectionistisch in zijn werk? Ja, in die zin, het moet wel kloppen wat hij opschrijft. En als het niet klopt, dan kan hij de haren wel van zijn hoofd trekken. Het is wel echt een... want het AD aan zich is een vrij luie krant. Dat is ook gewoon zo. Als je het AD een persbericht stuurt... op zondagen meer koffiekopjes verkocht worden met geel kleur dan op maandag. En je schrijft het een beetje leuk op, dan is het AD in staat om zo'n, dat heb ik zelf namelijk meegemaakt, om zo'n persbericht één op één gewoon te publiceren. Dus in die zin is Kees Ties een verademing, want dat is nog echt gewoon van de stempel, oude stempel, dat het wel moet kloppen wat je opschrijft en dat hij het ook echt erg vindt dat het niet klopt. Dus hij is erg goed in zijn werk? Ja, absoluut. En dat vindt hij zelf ook? Nee. Hij heeft wel een bravoure. Hij weet wel dat hij het goed doet, maar hij is de ultieme twijfelaar. Als hij zijn column heeft opgestuurd, heeft hij nog steeds het idee van misschien is dat niet goed of misschien kan dat nog beter. En dat is juist goed, want dat is zorgt voor een drive, waardoor je je werk blijft perfectioneren. Dus als je heel snel tevreden bent en je denkt, het is wel goed zo, dan kan je op een bepaald niveau blijven steken. En hij blijft op een goed hoog niveau, omdat hij blijft twijfelen. Dus hij weet wel dat het goed is, maar hij zal toch denken, goh, misschien had ik dat beter kunnen doen. Of misschien had ik dat beter niet zo op kunnen schrijven, of juist wel. Arrogantie valt hem niet te verwijten. Nee, ik kan me wel voorstellen, misschien mensen zouden hem wel arrogant kunnen noemen, omdat hij bepaalde stellingen heel erg neerlegt en heel erg zo kan zeggen. Maar nee, hij accepteert het leven zoals het is. Dus hij accepteert ook dat niet alles lukt. En zulke mensen zijn goud waard, want die relativeren veel beter. We bedanken onze anonieme fotolezer voor zijn gratis analyse. Wil jij iemand opgeven voor de volgende sessie? Stuur een mailtje naar de redactie. Ons volgende slachtoffer is in ieder geval al bekend.